Daar zijn we. Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. 1, 2, 3. Fuck it. Het is vandaag. Welke dag zijn we? Waarom kom ik nog hier? We zijn donderdag. Ja, toch hè? Ja, donderdag. En ik zit met een ziek katje, Milky, dus ik wil die niet alleen laten. Je hoort het denk ik al. Milk. Savakis Milk. Hè? Je hoort echt, ze kan heel moeilijk ademen. Die heeft heel veel snot. Dat heeft hij een tijd geleden ook gehad. Toen ben ik in alle rijl naar de dierenarts gegaan. Toen zei hij van ja, die is gewoon wat verkouden, dus dat gaat wel over. En dan moest ik die zo'n middeltje geven en dat heb ik nog. En toen moest ik die zo een middeltje geven, waardoor die beter zou worden voor verkoudheid. En dat heb ik die nu ook gegeven. Dus ik hoop dat het werkt, want ik heb vandaag best een drukke dag. Ik ga eerst naar kantoor en namiddag ga ik naar mijn ademhalingscoach. Maar dat is in Westerlo, dus dan ben ik sowieso wel even onderweg. En nu heb ik al schrik natuurlijk. Ik ga het even neerzetten, want ik ga mijn schoenen binden. Maar nu heb ik dus al schrik om die alleen te laten. Maar ik heb de ademhalingscoach alles afgezegd. Een keer. Allee, toen hebben we virtueel gedaan. We hebben het tot nu toe altijd virtueel gedaan. Dus het zou de eerste keer zijn dat ik tot daar ging vandaag. Ah ja, ga. Dus ja, Melvin. Wat zeg? Kom maar. Dus ik ga gewoon even afwachten. Zien hoe het met Milky gaat. Zelfs. Ik ga nu naar kantoor, mama, heel even. Want Noah is blijkbaar ook ziek, dus die is niet naar de onthaalmoeder. Dus ik denk echt dat we maar een half uur op kantoor gaan zijn. Gewoon echt vliegensvlug pakjes maken. En dan gok ik dat we al terugkomen, want met die zieke... ik een zieke kat, Celine een ziek kindje. Dus ja, oké. Voelt jij aandacht? Ja, je hebt ook zo'n loopoogje weer, hè? Ja. Ik ga jullie mijn outfit even laten zien. Ik ga wel nog die trui in mijn broek steken. Zo. Dat is moeilijk met één hand. Zo'n beetje. Hier nog. Voilà. Lekkers. Oké. Mijn trui is zo oversized. Er staat op. Colorado. En die is van Chiquelle, oversized. Ik draag een small en die is best breed. Dat is wel fijn. Ik heb hier ook wel een haul over, denk ik. Die komt, als ik me niet vergis, als volgende vlog. Allee, in de volgende vlog. Dus dan kunnen jullie al mijn items zien. Want ik had nog hele leuke zo oversized truien. Mijn broek, leren broek, is van Stradivarius. Dat vragen jullie altijd. Ik heb die ook in het bruin. En dan heb ik mijn Air Force Ones aan. Dus dit is mijn outfit. Comfy. En een beetje boyish, maar I love it. Dat is mijn favoriete stijl. Dus let's go. First stop the office. Kantoor gingen vlotjes. Nu ga ik de pakjes brengen naar Arlette. En dan terug naar huis. En ik ben aan het twijfelen als ik de dierenarts ga bellen. Niels zegt dat ik toch maar eens naar de dierenarts even moet bellen. Oh. Maar ja, als ik naar de dierenarts moet, dan brengt weer heel mijn dag, alleen mijn planning in de war. Maar ja, natuurlijk wil ook dat Milky zich goed voelt en dat er niks is of zo. Want die ademt echt wel slecht de laatste tijd.
Dus ik ga toch maar eens bellen trekken als ik thuis ben. And then we will see wat ze zeggen. En als ze zeggen dat ik moet komen, dan moet ik weer helemaal naar Hasselt. Maar oké. Ik heb trouwens nog niet ontbeten, besef ik mij nu. Ik heb echt gewoon nog niks gegeten als ontbijt. En ik heb ook eigenlijk geen honger, maar het is nog maar 10 uur, dus ja. Het kan wel dat ik nog geen honger heb, hè. Wat een dagje. Ondertussen heb ik een paar nieuwe items van Ideal of Sweden aangekregen. Een super mooi tasje van de Spring Summer Collection. Dit, dat is zo krokodillen print in het muntgroen. Heel leuk, je kan het ook echt verstellen in welke maat dat je maar wilt. En ideaal om geld, gsm en zo in te steken. Daarnaast ook nog een super leuk hoesje wat bij het tasje past. Dat matcht echt perfect. En dit is het hoesje uit de verpakking. Dit is voor de iPhone 11, dus dat past niet op mijn iPhone. Maar die hoesjes komen er ook wel aan die voor de iPhone 12 kunnen. Maar tot nu toe hebben ze dat dus allemaal voor de iPhone 11 Max. Dat is de maat tot waar ze gaan, alles daaronder. En het ziet er zo uit. Ook weer super mooi. Ik vind vooral de kleuren heel mooi. Heel mooi voor de lente en de zomer. Heel fris. En ik heb ook voor jullie een kortingscode. Die is Thalisa15. En daarmee krijgen jullie korting op heel de website van Ideal of Sweden. Dus ga zeker eens de nieuwe lente-zomercollectie checken. En ik ben er zeker van dat jullie daar iets mooi gaan vinden. Kijk, ik ben ondertussen terug van de dierenarts. En Milky heeft weer heel veel last van de luchtwegen. Wat nieuw. Please, koop geen broodvak, alsjeblieft. Want er zijn zoveel problemen mee. Dat blijft komen. Door de overfucking is... Oké, het ras... Oei, pas op, Muffin. Niet ertegen. Het ras is... Even checken, hè. Wacht, want hij zit in zijn aerosol-tuintje, hè. Ja, niet eraan komen, Milk. Dat mag niet. Oké. Door de overfucking is sowieso zijn tanden zijn heel slecht door de overfucking. Dat heeft Muffin ook. Door de overfucking hebben ze nieziekte. Hebben ze allebei. Dus bij stressmomenten of minder goed momentje krijgen die dat. Dat is zoals een koortsblaas bij mensen. En je hoort hem trouwens heel tijd janken. Hij zit daarin. Hier is een kom met kokend water. Allee, dat is gekookt water, dus heet water. En er zit een middeltje in voor zijn neus open te krijgen. Dus een soort van aerosolen. Wat dan moet doen? Hier heb ik gewoon even een pot gezet, zodat die handdoek niet in die kom hangt. En dat alles mooi afgesloten is. Maar hij vindt het niet leuk, hè, zoals gehoord. Dus dat ras is dan ook nog eens extra... moeilijk, omdat de neus eigenlijk ja, dichter in het gezicht staat. Waardoor die meer moeite heeft met ademen en zo. Maar er scheelt ook gewoon van alles aan Milky. Van overfucking en gewoon niet correct gefokt is. Dus, och, arm, echt zielig. Nu moet ik een half uur per dag proberen te aerosolen, zoals nu. Muffin! Muffin wil maar heel de tijd erin kijken. Maar dat gaat niet, hè. En ja, hij vindt het niet leuk. Hij zit er nu echt 5 minuutjes in. En hij is al zot aan het worden erin. Maar ja, oké. Okay. Het moet... Ah, dat is goed. Hij moet goed niezen als hij maar in zit. Dat is wel goed, want dan komt zijn snot eruit. We moeten weer antibiotica. Weer ontstekingsremmers. Antibiotica voor... Nee. Het is oké, Milky. Het is oké. Antibiotica voor 3 weken weer. Ontstekingsremmers voor 1 week. En aerosolen tot het snot beter is. Allee, aerosolen. Verdampen is dit zeker of zo. Ik weet niet hoe dat noemt. Maar ja, oké. Muffin. Waar is uw broer? Hij is wel goed aan het niezen, hoor ik. Dat is goed. Ruik maar goed. Dat is goed, Milky. Hij is goed.
En het niet, hè. Dat moet. Dan alles, zo kan alles eruit komen. Maar ja, weer al wat geld gekost natuurlijk. Oké, het zijn mijn beestjes. Ik heb dat ervoor over, maar ik wil echt niet weten wat ik in die, al die jaren al heb betaald voor Milky en Muffin. Denk ik dat ik echt gek word van dat bedrag. Ik ben er zeker van dat dat meer dan 10.000 euro is. Zeker dat ik twee keer heel veel heb moeten betalen. Voor Muffin 1 keer 4.000 euro en voor Milky 1 keer 5.000 euro. Dus dan zit ik sowieso al aan 9.000 euro. Dus ja, Milky, het is oké. Nog even. Maar oké. A day in the life van Thalisa. Ik denk dat ik voor vandaag hier de vlog ga stoppen. Morgen ga ik verder vloggen. Ik ga nu morgen vroeg om 11 uur naar mijn ademhalingscoach. En morgen heb ik ook nog een leuke dag, want dan ga ik nog naar Fitology. En naar Mesa Charlotte, maar dat zal ik allemaal wel laten zien. Dat is misschien een andere vlog, ik weet het nog niet. Maar alleszins, ik ga jullie proberen meenemen naar Karin, mijn ademhalingscoach. En nog een update geven over Milky en zo. Sorry dat ik gewoon zoveel heb gepraat, maar er is niet veel wat ik kan laten zien. Ik heb tussendoor proberen te monteren. En dan dierenarts. Oh, goed. Hij is goed aan het niezen. Kijk goed. Oké, ik ben blij dat hem aan het niezen is. Het is goed, kom, kom maar. Laat maar komen, Milky. Goed zo. Maar oké. Ik ga voor nu even ontspannen, want ik jaag me natuurlijk zelf op. In de auto ook. Dan is hij zo zielig en dan kan ik echt bijna zelf wenen over hoe zielig ik dat vind, omdat hij zo zielig aan het wenen is. Dan denk ik echt, oh, mijn hart. Wat moet dat dan wel niet zijn als je ooit kinderen hebt, hè? Maar ja, Milky. Het is oké. Het is oké, hè? Oké, ik ga me even met Milky bezighouden. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is de volgende ochtend. Ik ben mijn thee nog aan het drinken. Ik heb mij klaargemaakt. Wat hier nu halen? Ah ja, fles water. En ik ga, oh, maar ik kan wel eigenlijk die fles drinken. Zo. Ja, oké, okay, ik ga die vullen. Ik ga vertrekken naar Westerlo. Want ik ga jullie even hier opzetten. Want ik ga naar mijn ademhalingscoach. Ik ga mijn fles bijvullen. Naar Karin. Ik zal trouwens alle... alle info hieronder in de beschrijving zetten over Karin. Want ik weet dat er velen nog moeilijke tijden hebben. En struggelen. En anxiety hebben. En paniek aanvallen en zo. En geloof mij, dit helpt echt. Ik ben denk ik sowieso wel persoon die vaak verkeerd ademde. En dat doet mij dat nu wel inzien en dat helpt mij echt wel heel goed. Dus daar gaan we nu als eerste van de dag naartoe. Hier is Milky trouwens. Hij voelt zich nog altijd wel een beetje belabberd, hè Milk? Maar ik zie het zo aan hem gewoon. Dat hem niet in zijn normaal doen is. Ik ken hem natuurlijk heel goed, dus ik merk dat gewoon echt trek. Hij is heel kalm. Allee, Milky is sowieso wel een rustige kat, maar echt zo. Nou, dat is toch anders. Hij slaapt echt de hele tijd. Hij is zo wel zielig, hè, vriend? Ja. Maar de pilletjes werken, hè, schattenbol. Ja. Je mij een lekje geven, dank u wel, schatje. Dank u. Oké, mijn outfit. Ik ga gewoon dezelfde trui als gisteren aandoen. Dus die ga ik aandoen. Dan heb ik gewoon een basic wit topje aan van Bershka, denk ik. Of van Brandy Melville. Ah, het is Brandy Melville. Oké. Dan weer mijn zwarte leren broek
van Stradivarius. En mijn schoenen, dat zijn Vans. Dat zijn geen echte, maar ze zijn van Totally Too. Dus dat is mijn outfit. Outfit repeating. Doe ik normaal niet heel vaak. Deze is trouwens chicel, zoals ik gisteren had gezegd. Maar vandaag ga ik toch hetzelfde aandoen. Het is gewoon comfy. Deze is de sensor, die gaan we op je oor zetten en dan gaan we op je kruiken zetten, zodanig dat dat een beetje goed blijft hangen. Zo. Voilà. Nu je u gewoon rustig zetten. Als je tussen deze twee lijnen zit en kijk, je zit daar eigenlijk heel goed. Als je ook ziet hoe dat die golfjes zijn. Ja, amai. Hier heb ik even tegen u gezegd van, en je ziet het, maar dat is ook het feit van, het minste dat je wordt mensen babbelen, of dat je wordt afgeleid of wat dan ook, dat zie je. Ja. Maar dat is op zich, we kunnen niet in een kokonnetje gaan zitten in feite. Dat is waar. En dit was uw pols. Dit was uw polsslag. Ja. Kijk. Oh, mooi. Amai, ook heel mooi. Hè? Hoe mooi dat die eigenlijk gemaakt wordt. Dus dat is mijn hartslag. Dat is de pols en uw hartslag. En de hartritme variabiliteit zijn eigenlijk die golfjes. Dus dat is eigenlijk de wisselwerking tussen uw pols en tussen uw hart. En dat zit, zeker met de app, volledig in het groen. Okay. Oké, ik zit terug in de auto. Ik ga naar huis vertrekken. Want ik moet zelfs naar... Hela, moet maar wat plezier op de bal de mond. Dat is trouwens een Nick van Big Brother, hè. Je kunt hier zijn stem kiezen. Allee, de Ronnie Retro. Je kunt je kiezen op Wijs. Het was echt een goede sessie. Het was de eerste keer dat ik bij haar zelf nu langs ging. Ze heeft... Over 200 meter. Nog eens gast. Ze heeft zo een praktijk aan huis. Echt top. Het is echt een top, madame. Echt waar. Zo'n fijne vrouw. Maar je moet dus niet in haar praktijk gaan, hè. Je kunt ook... gewoon calls doen als je dat liever hebt, want dat heb ik in het begin ook gedaan. En ik weet dat het vaak moeilijk is om zoiets te doen en die stap te zetten. Dus je kan ook gewoon een call doen vanuit je eigen huis, als dat makkelijker is. Oké, dan gaan we nu... ik zou niet aan drive. Dan gaan we nu snel naar huis. Ik hoop nog iets te kunnen eten. Ik weet het niet. Hoe laat ga ik thuis zijn? Ik word een nipte. Om 1 uur zou ik thuis zijn. En daarna ga ik naar Fitology. Maar dat ga ik in de volgende... hier moest ik naar rechts. Lap. Dat ga ik in de volgende vlog laten zien. Kijk, ik ga me even concentreren. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. Zie ik jullie snel weer.